Vandaag is de open dag van de brandweer in Elspeet. Hoe bijzonder is dit? Heel bijzonder. Vinden wij tenminste. Nee, de afspraak is dat we één keer in de 7-8 jaar een open dag organiseren. En dat willen we dan ook zo goed mogelijk doen om de mensen en de inwoners van in en rondom Elspeet alles te laten zien wat we kunnen. Samen met de collega's van de andere hulpdiensten, maar ook de collega brandweerkorps om ons heen. En waarom wilt u het zo graag laten zien? Nou, het is belangrijk. We vinden dat de brandweer heeft een belangrijke rol in de maatschappij. Zeker hier in Elspeet, ook als je kijkt naar ons first responder team. Dat heeft echt meerwaarde, omdat de ambulance duurt er wat langer over voordat hier in het dorp is. Dus we zijn vaak eerder te plaatsen. En de mensen zien ons dan ook wel in die rol hier verschijnen. En op het moment dat de brand is, dan zijn ze altijd blij als we komen. Zit u er ook om meer uitleg te geven wat de brandweer allemaal voor werk doet? Ja, het is ook vooral de rode kant van de brandweer, zeg ik. Het is wel ook bewustwording en brandveiligheid, dat staat binnen. En een stukje uitleg van team brandonderzoek is er vandaag. Dus vooral de oorzaken, waar ontstaat nu brand? En die mensen zijn hier aanwezig om mensen ook bewustwording te creëren van als je te veel elektrische apparatuur aansluit op bijvoorbeeld een verlengsnoer, wat doet dat dan? Of een wasdroger die niet goed schoongemaakt wordt. Ja, dat zijn toch wel risicobronnen waar je op moet letten als inwoner. Zijn we ons daar te weinig van bewust? Ik weet niet of we daar ons te weinig bewust van zijn, maar we hebben in Nederland elk jaar heel veel woningbranden. Ook, helaas ook nog steeds dodelijke slachtoffers. Ja, en dat moet zo min mogelijk, dat moet naar beneden. Wat is na die wijsheid naar de mensen toe, zeg maar, nog meer te doen vandaag op de open dag? Ja, we hebben voor de kinderen heel veel te doen. Er staat een springkussen, dus ze kunnen knippen. Oude fietsen hebben we hier liggen om gewoon even te ervaren hoe dat voelt. Zo'n groot stuk gereedschap in je hand. Ze kunnen met de hoogwerker mee omhoog. Een rondrit met de brandweerauto. Als je wat ouder bent, mag je even met de ademlucht lopen en een rook. Dus op het moment dat je geen zicht hebt, wat doet dat? Hoe ervaren de brandweermannen dat? En er zijn diverse demonstraties rondom een woningbrand. We hebben vanmiddag een afsluiting met een hulpverleningsinzet met de ambulance en politie. Dus er is van alles te doen. Genoeg te doen dus eigenlijk? Genoeg te doen. Je kunt wat dat betreft de hele dag hier wel rondlopen.